buitenland. Ik kom nooit verder dan Alkmaar, hè. De broers Hans en Simco Kruijer spelen een belangrijke rol in het verenigingsleven in Sint Maarten. Simco voorzitter van Simboys, de voetbalclub. Simboys Des. Simboys Des, de sportvereniging, want jullie doen meer dan alleen voetbal. En Hans, bij de Acon, die doen wel alleen autocross. Ja. Ja. Maar nee, ik ben niet de voorzitter, hè? Niet meer? Nee, zeker nooit. Nooit geweest? Nee, ik ben secretaris en ik doe publiciteit en reclame. Jij bent vandaar dat je me regelmatig tegenkomt. Nou, dan noem ik je maar boegbeeld. Is dat goed? Ja, dat is heel goed. Ja, oké. Jullie wonen allebei niet meer in Sint Maarten. Simco, jij woont nu in Schagen. Ja. En Hans in Petten. Ja. Simco, waarom woon je niet meer in dit mooie dorp? Nou, omdat ik 20 jaar geleden ruim een mooie woning vond in Schagen samen met mijn vriendin Nathalie. En Schagen is gewoon een hele leuke stad en plaats om te lopen, om te wonen. Heel veel het gemak, de voorzieningen, super. Ja. En toch dicht bij Sint Maarten. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat je dan ook je sociale leven in Schagen opbouwt. Maar je bent al die tijd betrokken gebleven bij Simboys. Vanaf jongs af aan altijd al in het verenigingsleven gezeten. Bij de carnaval ook gezeten. Ook bij de sportvereniging uiteraard. Met de paplepel ingegoten. En dat wilde ik gewoon absoluut niet loslaten. Ja. Dus, nooit een overstap naar SRC of Schagen overwogen? Nee, ook niet gevraagd. Ook niet gevraagd? Nou, hier, dat is dan misschien weer een teleurstelling. Ja. 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 Dus als ze je vragen? Nee. Nee, dan is het... Hans, zelfde vraag eigenlijk aan jou. Hoor. Ja. Nu in Petten wonenachtig. Nou is Petten qua omvang ongeveer Sint Maarten. Ja, iets groter. Iets groter. Ja. Waarom ben jij uit Sint Maarten vertrokken? Op een mistige zondag met de carnavalsavond. Kwam er een hele leuke dame, kwam er zomaar uit de mist tevoorschijn. En die had een hele mooie woning in Petten. En daar trok ik bij in. En sindsdien woon ik in Petten. Ja, je begon het verhaal van op een mooie mistige avond na de carnaval. Ik denk, drie bier te veel. Nee, verkeerde afslag genomen. Maar zo erg was het niet. Nee, zo erg was het niet. Maar ook voor jou geldt dat je altijd die band met Sint Maarten hebt gehouden. Ja, dat ik een jaar of 17 was, zei mijn vader van ga maar eens op die algemene ledenvergadering kijken van de voetbalclub. En dan zie je wat er voor je gedaan werd. Ja, en je weet het, als je dan je vinger opsteekt, dan zit je ergens in. En belanden we bij de voetbalvereniging Simboys. Simboys deze dan weer net wat Simke zegt. En zo hebben we alles een beetje in Sint Maarten doorlopen. Ja, ik wil even heel veel jaren terug in de tijd. Volgens mij ergens uit de jaren 80 doken wij wat leuke videobeelden op. Is dat zo? Iets met carnaval en met rare rokjes. Laten we er even naar gaan kijken. Leuke beelden van Hans Kruijer van heel lang geleden. Niet te herkennen volgens mij. We beginnen met onze eerste artiest. Kom maar naar voren. Onze eerste artiest, kom naar voren. En hier hebben we onze eerste artiest. Ze gaat even zeggen hoe oud ze is, hoe ze heet en wat ze gaat doen. Ja, laten we maar met het eerste beginnen. Dat was, het eerste was het netste. Dat, dat was de mini playback show op de zaterdagmiddag. En dat laatste gedeelte was, daar hadden we een groepje dat noemde zich het Losse Schouwertje. En trad dan op de vrijdagavond bij het Onbekende Talent. Hè? Nou, ja, en daar zijn jullie bij. Ja, het is goed dat we straks Richard Oosterling hier staan. Daar kunnen we daar eens even over praten. Hey, even, jullie zijn allebei heel actief hier in Sint Maarten in het verenigingsleven. Hebben jullie ook iets aan elkaar? Wisselen jullie vrijwilligers uit of tips en tricks of... Nou, we hebben natuurlijk regelmatig zitten we bij elkaar, want daar ben je broers voor. Hè? Ja, dat lijkt me logisch gevolg. Ja, dan nemen we echt alles door. En dat is niet echt van zo moet je het doen of zo moet je. Maar wordt wel eens gezegd van hoe deed je dat en hoe zou je dat oplossen? Ja. Kijk, ik heb natuurlijk, ondanks dat ik wat minder bij Simboys Des betrokken ben. Ja, ben ik er wel. Want jij voetbal tegenwoordig bij Petten? Nee, ik voetbal niet. Ik voetbal helemaal niet. Nee. Maar volgens mij zware blessure, hè? Ja. Je bent er wel bij Sint Maarten betrokken, want je geeft nog training. Nee, ik begeleid alle jongsten, dus onder 8.
En ben ik, dat ik 17 was, ben ik daarmee begonnen. Die kunnen bijhouden. En ik ben nu 58, dus dan weet je dat ik het 41 heb. Ja, maar die kunnen bijhouden, die onderdag. Dan moet ik goed mijn best doen. Oké. Nee, maar dus, zo doen we dat een beetje met elkaar. En, we hebben een hele goede band met elkaar. En tijdens een kopje koffie, dat niet een kwartiertje duurt, maar dat duurt een uur. Want je hebt het over alles. Ja. Simco, wij hebben jou eerder te gast gehad bij ons in het programma. Toen ging het over het accommodatiebeleid. Was toen erg actueel. Ja. Dat loopt nu een tijdje. Wat merkt jouw club Sin Boys ervan dat accommodatiebeleid in werking is? Of gaan jullie het volgend jaar pas echt merken? Nee, we merken het inmiddels al. Het wordt gefaseerd ingevoerd. En het is vooral een lastenverzwaring voor de club, zou ik maar zeggen. Ja. Uiteindelijk komt het gemiddeld op een €45 per lid. Wat we meer moeten afdragen aan de gemeente. Waarbij de gemeente dan al het onderhoud en de renovaties en dergelijke nog steeds voor zijn of haar rekening neemt. Ja, ja. En gaan jullie dat bolwerken met de club? Of gaan jullie leden verliezen? Nou, we doen ons uiterste best om dat niet 100% door te vertalen in een contributieverhoging. Maar gedeeltelijk of grotendeels ontkom je er toch niet aan. Ja, want is het lastig om in een toch relatief klein dorp als Sint Maarten een bloeiende sportvereniging in stand te houden? Om dat draaiend te houden? Ja en nee. Ik denk dat het met enthousiasme, en de club doet het al vanaf 1947 met heel veel enthousiasme, zie je dat het gewoon een plek heeft binnen de gemeenschap. Binnen de dorpen Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Burgerbrug. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Dus zolang we dat enthousiasme erin weten te houden, dan is er voor de kinderen, meisjes, jongens, is er gewoon sportplezier. Ja. En die blijven dan ook op het dorp. En die willen dan ook blijven wonen. Ja, en we zagen dat een beetje in het filmpje dat we in het begin hadden. Hè, van de inwoners, wat vinden die om in Sint Maarten te wonen? Het is dat hechten van zo'n gemeenschap wat het mooi maakt in zo'n dorp. Ja, absoluut. Ja. Het is toch dat dorpse. En dat het is. Ja, we zijn niet een prestatieve club. Tenminste, daar hebben we gewoon uiteindelijk de middelen en het aantal leden niet voor. Maar toch proberen we op zo'n goed mogelijk niveau te presteren. Voor zowel voetbal als handbal. En je probeert het voor de kruk en de krek leuk te maken. Maar ook met de carnaval en ook met andere dorpsactiviteiten. Dan. Het is vaak wel het clubje wat je redelijk kent. Ja. Maar dat maakt het juist ook zo leuk. Ja. Zijn jullie van die bezige bijtjes, de kruiertjes? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat wij bezige bijtjes zijn. Want we hebben altijd wat ideeën en altijd met de toekomst bezig. Hoe kunnen we het verbeteren? Leren van je fouten. We kunnen soms wel eens elkaar de waarheid vertellen. Maar het is niet zo dat we morgen elkaar niet aanspreken, want dat gebeurt niet. En we zijn bezige bijtjes. Simco is voorzitter geweest. Mijn andere broer Jack is voorzitter van de club geweest. Ik ben voorzitter van de club geweest. Ik heb begeleiding en noem het allemaal maar op. Ja, en ja. Zo gaat het. Over de Acon. Ja. Jullie zijn hoe lang al actief in de auto? Meer dan 40 jaar zijn we actief in de regio. Ja. En de laatste 10, 15 jaar concentreren we ons op Sint Maarten. Ja, want voorheen hadden jullie een soort reizend circus met de auto. Ja, toen waren de regels natuurlijk heel makkelijk. En dan werden de dranghekken neergezet en de strobalen werden neergelegd en crossen waar. Maar dat kan niet meer. De milieueisen en de veiligheidseisen zijn dermate hoog. We moeten gewoon zorgen dat het allemaal netjes en goed voor elkaar is. Ja, want die veiligheidseisen die dwingen andere organisaties die in de gemotoriseerde sport zitten. We hebben volgens mij vorige week nog gelezen over de Classic Motorrace in Winkel. Ja. Die stoppen ermee omdat ze niet meer aan de eisen kunnen voldoen. Hoe gaat dat met de Acon? Nou, dat is bij ons. Wij hebben dat probleem. Ja, hebben we ook. En wij hebben ook dat we ambulanceposten op het terrein moeten hebben. We hebben ook dat bewaking nodig. En we hebben ook, dat is allemaal aangescherpt. En de hekken zijn er ook 2 meter hoog rond het veld. Ja, wat vind je ervan? Van al die zware, strenge regels? Nou, ik ben er wel gedeeltelijk wel mee eens. Want we zijn geen speeltuinvereniging. We zijn met racesport bezig, met crossen en racen. Want het gaat echt op de rechte stukken halen ze de 90 kilometer in een uur. Ja, je moet er niet aan denken dat als er een wiel losraakt of hij wordt gelanceerd, de auto. En het publiek staat er te dicht op of staat onveilig. Want over hoeveel publiek hebben we het dan? Hoeveel mensen komen daarop af?
We hebben vorig jaar 22.000 mensen getrokken over 6 crossen. En de minste was 3.000 mensen en de hoogste was bijna 6.000. En we zijn nog steeds groeiende en het wordt eigenlijk steeds drukker. Ja, want ze komen van heinde en verre. Ja, het is echt van Groningen tot Zuid-Holland, Utrecht, noem het allemaal maar op. Overal komen en ons publiek en onze rijders vandaan. Ja, want hoeveel van een ACOM-achtige organisaties zijn er in het land? Nou, stuk 5. Want we zitten bij Emmen, ja. Kolm, Blauwhuis, Texel. Wij zijn de belangrijkste, de grootste. En dan zitten er nog wat in het zuiden van het land. En wat maakt jou dan de grootste? Nou, we hebben de zaakjes goed voor elkaar. Wij beginnen om 11:30 met de racedag. Om 8:00 's morgens gaan de hekken open. Dan komt het publiek en komen de rijders aan. 11:30 beginnen we met de wedstrijden. En dan elk kwartier hebben we een wedstrijd. En dan kunnen we het aanbieden voor €8 entree en €2 voor de kinderen. Nou, zoek maar een dag vertier voor €8 en €2 voor de kinderen. Dat kan je niet vinden. Nee. En het is gewoon perfect voor elkaar. Dus je kan prachtig mooi op de tribune zitten. Hey Hans, als ik jou zo hoor, dan leef je voor de ACOM. Ja, ik vind het prachtig. En wij hebben altijd een paar dilemma's. Ja. Dus nou heb ik er één voor jou. Ja. Want in het dagelijks leven ben jij boekhouder. Ja, klopt. Ja. Dus dan wil ik graag weten, het dilemma, gaan we voor de cijfers of voor de motorolie? Nou, dan gaan we... Nou ja, dan gaan we voor de motorolie maar. Ja? Nou, al ben ik zelf niet een crosser, hè. Ik ben helemaal... Ik heb niet in de auto gezeten. Maar nee, het hele verhaal eromheen. Het spat er gewoon vanaf bij. Het is zo leuk om te horen. Ik vind ook altijd, als je iets doet... En dat vroeger dat we bij de club zaten, bij Simbus Des... Dan ga je ervoor. Dan ga je zorgen dat iedereen het zo goed mogelijk naar zijn zin heeft. En dat is ook zo als ik op die crossdag ben. Ik heb dan publiciteit en reclame. En dan, ik doe voor het evenement en na het evenement heel veel werk. Maar tijdens het evenement wil ik graag een rondje lopen. En dan kom ik jou tegen. Ik zie alleen maar foto's van jou op dat evenement. Ja, breed lachend. Nee, maar dat vind ik dus. Ik vind het heel belangrijk om de mensen die in het zicht zijn... maar ook de parkeerder die allerlaatste auto heel ver op dat parkeerterrein heel netjes neerzet... om die ook een schouderklopje te geven. Dus goh, wat staan die auto's goed. Is het geen dilemma, Hans. Het is gewoon een hele duidelijke keuze. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Zullen we een dilemma voor Simco? Ja, want die krijgt het al warm. Die denkt, wat krijg ik nou voor dilemma? Ja. Voor jou is die... het maatpak of de wieleroutfit? De wieleroutfit. Ja, sporten is dan toch wel, vind ik toch wel, is wel mijn passie. Doen, actief, op allerlei fronten. Fietsen, golven, tennissen, voetballen, uiteraard. Ja. En ook passief kijken naar de sport. En dan is het maatpak toch gewoon werk? Ja, werk om te leven. Ja. En niet leven... leven om te werken. Ja. Leuk dat jullie allebei toch dezelfde keuze eigenlijk maken. Voor allebei dezelfde. Kiezen we voor een frietje met een biertje of een exclusief etentje in een sterrenrestaurant? Hans? Een frietje met een biertje. Ja, is niet zo moeilijk. Bij Ron. Bij Ron in de Klimop. Ja, met een biertje. Heel goed. Heel goed. Nou, kijk, met die dilemma's die je vertelde over wat wil je nou werken of een sport. Kijk, we werken allemaal hard. En daarnaast maken we heel veel tijd vrij voor die sport. Ja, we begrijpen het. Nee, maar ondanks dat ik mijn werk hartstikke leuk vind. Ja. Nee, want je baas kijkt mee. Nee, mijn baas. Ik ben mijn eigen baas. Volgens mij eigen baas. doe jij hem, Simco? Nee, jij mag hem doen. Oh, oké, okay. Schagen of Sint Maarten? Sint Maarten, hè. Wacht even, ik ben verkeerd om. Bij jou natuurlijk Petten of Sint Maarten zeggen. Nou, dat pas ik. Dat is een beetje. Passen kan niet bij dilemma's. Nou, dan zeg ik Sint Maarten. Dan zeg je Sint Maarten. Ja, omdat ik hier natuurlijk ook mijn voetbaltjes jongetjes nog heb. Hoor ik een teleurgesteld man? Goed. Simco, Schagen of Sint Maarten? Sint Maarten. Sint Maarten. Ja. Gaan jullie ooit nog eens terug verhuizen naar dit dorp? Op je oude dag? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Nee. Dat nog weer niet. Nee. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook. Dank jullie wel. Ja, dank jullie graag wel. Graag gedaan. En alsof we net nog niet genoeg verwend zijn, trakteert zij ons nog een keer op een prachtig stuk muziek. Lara, wat ga je nu voor ons doen?
A while ago.